Hier zien we Siem van Bergeijk, wethouder Nico den Otter en Jan Dekker bezig met een kascontrole. Het beeld is maar matig van kwaliteit, vermoedelijk door de wijze van digitaliseren in het verleden en door het kopiëren naar VHS-video. Helaas was het niet te achterhalen wie deze opname heeft gemaakt. Deze beelden moeten van de laatste vergaderingen zijn van bestuur en Ingerlanden van de polders Buitenland, Binnenland, Zuidpolder en Ziedewij omstreeks 1973. Want in 1973 werd besloten om de afzonderlijke polderbesturen en kleine waterschappen op te heffen en bij het waterschap IJsselmonde te voegen, wat in 1974 is geëffectueerd. De polderbesturen vergaderden in de rechtkamer van café-restaurant van ouds het raadhuis in de Dorpsstraat. De leden, de zogenaamde Ingerlanden, waren de grondeigenaren en beheerders van de gebieden, zoals de boeren, de gemeente en de rentmeesters. De polders regelden voornamelijk de polderpijlen en het onderhoud van de watergangen, de schouw en de polderwegen in hun gebied. De persoonlijke betrokkenheid blijkt uit het verhaal dat voorzitter van Bergeijk, toen hij een verstopte watergang ontdekte, hij zijn waadpak aantrok en het zelf maar gelijk oploste. Van ouds het raadhuis was al eeuwenlang dé plek in Barendrecht voor vergaderingen. De schout, heemraden, gemeentebestuur en notaris maakten er gebruik van. Het was dus vanzelfsprekend dat ook de polderbestuurders hier bijeen kwamen. Eigenaar Jan Anen en zijn vrouw Henny zijn hier met personeel in de keuken druk bezig met de voorbereiding van de andere bijeenkomst, het polderdiner. Het bestuur en de Ingerlanden komen bijeen voor de algemene vergadering en het polderdiner. Dat werd gebruikelijk ook in de rechtkamer gehouden, maar vanwege het grote aantal deelnemers is er uitgeweken naar het nieuw aangebouwde gedeelte, de uitspanning. Voor nieuwe deelnemers was er een welkomstbeker. Het inschenken ging ook volgens een vast ritueel. De nieuweling moest daarbij een tekst uitspreken die ongeveer als volgt was: ik drink op het welzijn van de polder, binnenland, buitenland, Ziedewij, etc. Die polderdiners werden altijd voorgezeten door de dijkgraaf en er waren regels waaraan men zich moest houden. Deed men dat niet, dan kreeg men een strafbeker. Dat was een grote bokaal met wijn die in één teug leeggedronken moest worden. Dit is wethouder Rietdijk, de voorzitter van Binnenland, met Jan Dekker. Wethouder Rietdijk moet de bokaal met wijn in één teug leeg drinken. Er werd dus aardig wat gedronken en dat bleef niet onbekend, wat blijkt uit dit verhaal. Een boer vroeg aan de veearts: mijn kalf wil niet drinken.
en daarop als antwoord kreeg: maak hem maar lid van het polderbestuur, dan leert hij het wel.